Nou, het rode doek gaat er van af en wat een verrassing. Levensgroot staan Fredje Zuiderwijk en mijzelf met rode pet te laten zien in alle Hoogvlietwinkels wat je aan je boodschappenlijstje kan toevoegen om iedereen een mooie kerst te bezorgen. Ik vind het altijd een beetje gênant. Ik hoorde van deze actie en ik dacht van wij ook als college van burgemeester en wethouder van Leidschendam-Voorburg willen gewoon bijdragen aan deze actie. Dus ik heb aangegeven van maak gewoon 5 grote karren vol met producten van het lijstje. Gooi ze vol, want het is gewoon voor de mensen die het gewoon ongelooflijk hard nodig hebben. En daar doen we heel graag aan mee. Nou ja, ik... Doe jij eigenlijk een challenge aankondigen voor alle BMW's in de regio? Kom op jongens, zet je in, zet alles in je gemeente waar je voor staat om zoveel mogelijk in te zamelen. Hoor ik dat goed? Ik hou ervan. Een wedstrijdje. 1 nadeel, ik wil alleen maar winnen. Hè? Dus dat is wel een dingetje. Maar de lat ligt hoog. De lat ligt zeker hoog. Maar ik zou zeggen, al mijn collega's in de regio, ik ken ze als zeer betrokken collega's. Kom op, regel het ook in je eigen college. Schenk ook 5 karren aan de voedselbank. Minimaal. Minimaal. Het kan altijd meer, maar dan zie ik jullie graag wel weer terug. Hè? Want ja. Nogmaals, ik hou van gewoon geven, zal ik maar zeggen. En we gaan het gewoon doen in deze regio. Ik twijfel daar niet aan.